Welkom bij deze livestream editie van Guiding Voices vanuit debatpodium Arminius. Welkom ook namens onze partner, het Rotterdamse Leeskabinet. Mijn naam is Ernst van der Kwast en mijn gast vanavond is schrijver en wetenschapper Louise Fresco. Met De plantenjager uit Leningrad schreef zij haar eerste historische roman. Hoofdpersoon is de Russische plantkundige Nikolai Ivanovich Wavilov, die zich kon meten met Darwin en Mendel. Wavilov zag het verband tussen biologische diversiteit en culturele diversiteit. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw ondernam hij maar liefst 115 expedities in 64 verschillende landen om zaden te verzamelen voor zijn collectie die bijna 400.000 monsters zou omvatten. Hij stond aan de basis van de eerste en de grootste genenbank ter wereld. Het boek is geen biografie, maar een verhaal over Wavilovs drijfveren, zijn onuitputtelijke energie en zijn visionaire blik. Als wetenschapper legde hij verbindingen tussen agronomie, ecologie en geografie. Tegelijk leest het boek ook als een waarschuwing. Als Stalin aan de macht komt, komt Wavilov steeds meer in de verdrukking. De geschiedenis van de plantenjager uit Leningrad laat zien wat er gebeurt als ideologie zegeviert over wetenschap. Wavilovs verhaal biedt antwoorden in zeer actuele vraagstukken. Hoe kan de wetenschap weerstand bieden aan de invloed van politieke agenda's, van de publieke opinie en van de media? Hoe houd je de wetenschappelijke methode in stand tegenover pseudowetenschap? En hoe voorkom je dat ideologie de wetenschap binnensluipt? Graag uw aandacht voor Louise Fresco. Welkom. Dankjewel, Ernest. Welkom in Rotterdam. Ja. Welke band heeft u met de stad? Eigenlijk niet zo heel erg veel, moet ik bekennen. Wel natuurlijk met de universiteit, op allerlei manieren. Ik ben wel een aantal keren hier geweest toen ik hier nog bezig was met werk met Unilever, dus bij Vlaardingen bijvoorbeeld, het hoofdkwartier hier. Ik ken de burgemeester enigszins. En vlak rondom de stad ligt natuurlijk het Westland. Mm-hmm. En dat is op mijn vakgebied heel belangrijk. En waar praat u over met de burgemeester als u hem ziet? Nou, bijvoorbeeld over voedsel in de stad, om maar iets te noemen. En ook over ruimtelijke ordening en dat soort dingen. Welke vragen heeft u dan? Nou, bijvoorbeeld van hoe kunnen we zorgen dat Rotterdam beter eet? Mm-hmm. Hoe kunnen we zorgen dat ook het voedsel van zo dichtbij mogelijk kan komen? Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk hele actuele vragen. Mm-hmm. We gaan het zo verder over voedsel hebben. In dit programma ontvang ik schrijvers, denkers en praat over hun boeken vaak. Even in uw column van de NRC, volgens mij in september was dat, stond een mooie uitspraak. Als politici meer boeken zouden lezen, zou het land er beter voor staan. Waarom zijn boeken zo'n belangrijke bron en hoe kunnen ze politici verrijken? Ja, dat was een wat badinerende column, omdat ik eigenlijk zo genoeg had van die waan van de dag. En ik geloof er wel heilig in dat lezen ontzettend veel biedt. En het biedt namelijk perspectief op een andere tijd, op andere mensen, op dingen die misschien buiten je staan. En je moet dus ook lezen over dingen waar je niet zoveel van weet. Mm-hmm. Of het nou fictie is of non-fictie. En ik vind het kunnen relativeren en het perspectief hebben, vind ik iets heel belangrijks. En juist politici die zo in het hier en nu zitten, die moeten gewoon af en toe nog eens Dostojevski lezen of Marga Minko of iets, om dat andere perspectief ook te hebben. Mm-hmm. Wat leest u zelf om dat andere perspectief te krijgen? Nou, ik lees ontzettend veel, moet ik bekennen. En dat wisselt van biografieën tot romans, heel modern. Ik heb laatst die hele Chinese cyclus, de science fiction cyclus van Xi Junlu gelezen. Mm-hmm. Ik ben nu bezig in de autobiografie van Oliver Sacks. Oh, ja. Ik lees ook verschillende Russische boeken nog uit de tijd dat ik met dit boek bezig was. Ik heb natuurlijk heel veel Russische dingen gelezen voor die tijd. Dus ik lees heel erg. Welk ander perspectief als we het over Oliver Sacks hebben? Nou, Oliver Sacks is voor mij interessant omdat het ook een wetenschapper is. Mm-hmm. En ook een onaangepaste persoon, wat ik toch ook in een aantal opzichten een beetje ben. En hij heeft een enorm gevoel voor humor, waarin hij ook zijn hele, ja, zijn werdegang, zoals dat heet, als wetenschapper, als schrijver, beschrijft. En voor mij is het heel leuk om te zien dat iemand ook vanuit de wetenschap schrijft. En dat enorme empathische vermogen. In een recensie, is een mooie recensie in Vrij Nederland, Karel Peters, die schreef: wetenschap en kunst behoren tot dezelfde toonsoort bij Louise Fresco. Als je het over wetenschap en literatuur zou hebben, welke overeenkomsten zijn daar voor u?
Ik vind meer dat ik zou zelf zeggen, ze zijn inderdaad dezelfde toonsoort in termen van expressie. Wetenschap is natuurlijk ook iets waar ook altijd iets persoonlijks aan zit. Dus het verschil is meer gradueel dan absoluut. Maar ze zijn voor mij heel erg complementair. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet ook zou schrijven. En met name bij dit boek heb ik dus heel lang getwijfeld, ook wel jaren geleden, van zal ik hier nou meer wat wetenschappelijks over schrijven of zal ik er een roman van maken? En dat is wel het mooiste voorbeeld van dat die dingen echt bij elkaar horen. Heb je als schrijver meer vrijheid dan een wetenschapper? Ja, zeker. Zeker, zeker in wat meer exacte vakken, waarin je natuurlijk veel meer een bepaald stramien hebt, waarin eigenlijk alles in artikelen in het Engels wordt gepubliceerd. Waar je bijna nooit meer tegenwoordig iets alleen doet, omdat ze gewoon onderzoek doen, een heel team vraagt, een heel laboratorium enzovoort. Maar het interessante van fictie is wel dat je juist in die onnoemelijke mogelijkheden jezelf wel een keurslijf moet opleggen. Mm-hmm. Je hebt alle vrijheidsgraden, maar die moet je onmiddellijk ook weer inperken. Mm-hmm. Terwijl de wetenschap begint met heel veel inperkingen en je probeert eigenlijk dat weer open te vouwen. Mm-hmm. Echt omgekeerde. Ja, maar daarom zijn ze dus voor mij althans complementair. Mm-hmm. 35 jaar geleden kwam u op uw hoofdpersoon van dit boek, kwam u hem tegen in een artikel misschien? Nee, nou, ik wist wel een beetje van zijn theorieën, hè, dus over die wat tegenwoordig heet, zeg maar, de agrobiodiversiteit, dus de diversiteit van planten die verwant zijn aan wat wij eten als planten. En er zijn toen in die tijd werden een aantal centra naar hem genoemd, dus bijvoorbeeld in Centraal-Azië. Dus ik wist al vrij lang van zijn bestaan. En ik dacht dat ik iets wist van zijn geschiedenis. Je weet natuurlijk vaag Stalin enzovoort. Mm-hmm. Dat loopt op per definitie niet goed af. Maar wanneer dacht u, hier ga ik een roman over schrijven? Nou, dat dacht ik denk ik wel minstens 15 jaar geleden. Zo niet. Nou, dat is lang geleden. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. En waarom de vorm van een roman? Want er zijn biografieën verschenen. Er is één goede biografie van hem. Omdat ik heel graag van binnenuit wilde laten zien, dus ook vanuit de blik van een wetenschapper, wat het is om passie voor wetenschap te hebben. Mm-hmm. En ik hem ook graag neer wilde zetten vanuit die passie, maar ook met alle naïviteit die daarbij hoort. Mm-hmm. En ook met zijn soms wat blind zijn voor de politieke consequenties van wat hij deed. Mm-hmm. En ik dacht, dat kan ik beter vanuit een romanperspectief. Mm-hmm. Dat maakt het ook spannender. En ik heb natuurlijk ook geprobeerd ook echt de werkelijkheid daar echt heel erg in te vervlechten. Dus ook heel veel van de dialogen zijn, dat weet ik omdat zijn veldaantekeningen ook later, heel recent nog eigenlijk vertaald zijn. Heel veel van de dingen die ik als dialoog of als gedachte opvoer, zijn ook echt zo gebeurd. In NRC had u gezegd, elk woord is waar. Ja, elk woord is waar. Of geen woord is onwaar, pardon. Ja, geen woord is onwaar, maar betekent dat dat alles waar is wat in het boek is? Nou, waar in inzet, waarin de sfeer, waarin de beklemming, zo waarheidsgetrouw mogelijk. Maar natuurlijk niet ieder gesprek tussen hem en zijn vrouw heb ik natuurlijk, ik heb niks daarvan bijgewoond, dus maar daar zijn ook geen bronnen voor. Mm-hmm. Maar ik weet wel iets over zijn vrouw, ik weet iets over hoe hij daar zelf ook over geschreven heeft. Maar bijvoorbeeld alles wat ik die broer in de mond leg bijna, behalve de details van Serge. Behalve de details van zijn ontsnapping uit het leger. Alles daarvan komt bijna uit zijn dagboek, uit het dagboek van de broer. En wat we niet kunnen weten, wat u niet kan weten, verzint u dat dan? Ik probeer. Welke vrijheid neem je als auteur bij? Nou ja, je bij neemt zo'n de boek. Vrijheid dat je dus heel goed inleest in die periode. Mm-hmm. Dus ik heb echt ook 10 jaar over dit boek gedaan, omdat ik zo ontzettend veel wilde lezen. Want nogmaals, ik dacht dat ik iets van Stalin wist, maar dat was dus niet waar toen het om de details ging. Dus ik heb heel veel gelezen, zeg maar, vanuit de periode eind 19e eeuw tot en met 1960 ongeveer. Dus dan krijg je wel een gevoel voor de sfeer. Van ook de ontberingen die ik beschrijf in Leningrad en ook later in Oekraïne. Daar zijn vrij veel documentaties over, bronnen, zelfs foto's ook. Dus die heb ik meegenomen. En ik heb ook geprobeerd me echt zo heel goed in te leven in hem, in die tijd. Dat ik durf wel te zeggen dat het zo waar mogelijk is als het zou kunnen zijn. Ik wil naar de Pamir gaan. Dat is een stuk wat over een onherbergzaam gebied. Dat is uitstrekt over Tajikistan, Pakistan,
Afghanistan. Vavilov gaat daar zijn eerste expeditie, heeft hij daar. En u beschrijft hem als een op het landschap verliefde jonge man. Waar en hoe slaat die vonk bij hem over? Ja, als ik één ding vooraf mag zeggen. Dat is een goed voorbeeld van waar de roman zo belangrijk is. Je kunt dat nooit zo van binnen beschrijven als je het als een biografie zou schrijven. Mm-hmm. Het boek, zoals u gezien zult hebben, is ook niet helemaal chronologisch. Mm-hmm. Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik die passie heel goed neer wil leggen. Dus het tweede hoofdstuk gaat over de Pamir en gaat over zijn ontdekking. Mm-hmm. Hij was natuurlijk een jongen die opgegroeid was in Moskou, gestudeerd in Leningrad. Een paar reizen als doctoraalstudent, of dan zeggen als promovendus, naar Engeland onder andere, Frankrijk, Duitsland. Maar hij had eigenlijk nog heel weinig gezien van de echte natuur. Mm-hmm. En dan komt hij door toeval, omdat hij het gevoel had dat hij daar toch iets kon vinden wat hij elders niet kon vinden. Mm-hmm. Is hij dus midden in de Eerste Wereldoorlog. Is hij daarheen gereisd, om redenen die in het boek worden uitgelegd. En heeft hij daar met alle risico's van als spion te worden opgesloten, met gidsen die hij niet kon verstaan. Er waren geen goede kaarten. Is hij daar dwars over die gletsjers en alles getrokken? Heeft zijn paard met een groot deel van zijn collectie weer onmiddellijk verloren. In een rivier. Het zijn geweldige passages in het boek. Ja, en ik heb dat ook gezegd. Want hij heeft, want dat vroeg ik me af, hij ziet er onberispelijk uit. Hij heeft altijd een mooi pak. Ja, hij heeft altijd een. Had hij dat ook met die excursie? Ja, ik heb dus foto's van hem in het veld. Waar dan ook. Dus ook in Afrika, in de hitte of zo, in de Amazone. Uh-huh. Driedelig wollen pak. Wauw. En hij zag er dus inderdaad. En hij had dus voor de reis naar de Pamir had hij ook nog een wit pak aangeschaft met een tropenhelm. En dus al die details kloppen. Maar dat gevoel van hoe belangrijk dat landschap is, dat ken ik natuurlijk zelf ook. Ten eerste ken ik niet de details van de Pamir, maar wel de omliggende gebieden. En ook alle andere dingen die hij heeft bezocht, heb ik zelf ook allemaal bereisd. Mm-hmm. Dus niet de steden, maar ook het platteland. Dat enorme gevoel van overweldigd worden door zo'n landschap. Je ook plotseling heel nietig voelen. En ook tegelijk alle details zien. Hè. En hij kon een landschap lezen als een boek. Mm-hmm. Zeker toen hij dat eenmaal getraind had. Mm-hmm. Dus hij zag één klein grasje. En dan wist hij, hé, hier is dit gebeurd. Dit is zo'n klein grasje. Dit is de geschiedenis van dit gebied. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk prachtig. In die onherbergzame gebieden, daar gaat hij hij zoekt naar planten die hem iets kunnen vertellen over de oorsprong van de landbouw. Waarom zijn die oorsprongsgebieden, zoals we dat nu noemen, zo belangrijk voor hem? Nou, kijk, hij zat natuurlijk in Rusland, waar 1 op de 3, 4 jaar wel ergens een hongersnood was, omdat de oogst mislukte. En die oogsten mislukte, terwijl eigenlijk een heel deel van, in ieder geval westelijk Rusland, goede gronden zijn. Dat zijn geen arme bodems, zoals wij zouden zeggen. Maar die oogsten mislukten omdat eigenlijk het of te koud was, te nat, te droog, te weer te heet. Mm-hmm. Er was altijd wel een reden. En hij had dat geniale idee van als ik nou ga kijken waar die planten oorspronkelijk vandaan komen, dan zie ik ze in hun eigen omgeving en daar zijn ze aangepast door millennia van of nog langer daar groeien. Mm-hmm. Dus als ik nou naar het droogste gebied ga en ik kijk daar naar de voorvaderen van de tarwe of van de gerst, dan heb ik planten die aangepast zijn aan droogte en koude. Mm-hmm. Dus die Pamir was wat dat betreft geweldig, want het was echt droog, het was koud, maar soms waren er hele natte stukjes weer. Mm-hmm. Dus hij kon ook onmiddellijk variatie. Het waren de sterkste tarwe. Ja, dus, en die hebben zich zeg maar in een soort natuurlijke evolutie in eerste instantie gevestigd op die hele arme, vaak stenige bodems. Maar er waren ook al duizend jaren boeren mee bezig. Mm-hmm. En dus de combinatie van de wilde voorvaderen met wat die boeren er gedaan hebben, die natuurlijk ieder jaar de beste planten uitkozen. Mm-hmm. Dus dat waren ook de meest resistente planten. Hij dacht, die eigenschappen, het brengt daar allemaal bijna niks op, maar als ik die eigenschappen kruis met de planten die ik heb in Rusland, plus met het materiaal van Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, dan moet ik als het ware goede planten krijgen die alle goede eigenschappen hebben. En die Rusland kunnen voeden. Ja, dat was zijn doel, was altijd dat die hongersnoden uit Rusland moeten verdwijnen. Hij zal de man zijn met zijn handen in het graan, zijn voeten in de modder en het stof van de aarde in zijn haar. Zo beschrijft u hem. Lijkt u
een beetje op hem? Of bent u toch liever een wetenschapper die met een witte jas in, nee, nee, in het laboratorium? Nee, ik ben echt een veld, zoals je bij ons noemt, een veldagronoom. Dus ik heb heel veel met mijn voeten in de modder gestaan. Mm-hmm. Al of niet bloot voets, waar het ook niet verstandig was om dat te doen. En ik heb dus echt heel veel ook plantjes gewoon gezien in dat soort omgevingen. Dus dat is ook voor mij natuurlijk het interessante, waardoor ik het ook, denk ik... En hij komt, dat beschrijft u geweldig in het boek, hij komt terug met boeken. Hoe noemen we dat ook weer? Waar je de planten tussen... Ja, enorme hoeveelheden nam je altijd mee van overal. Ja. Reist u zo ook? Of heeft u zo gereisd over de wereld? Ik heb in ieder geval wel periodes gehad dat ik bijvoorbeeld alle planten van een bepaalde familie wilde verzamelen of zo. Maar ik reis ook met steentjes en schelpen. Altijd dingen mee? Ja, absoluut. Maar er is ergens het verschil tussen verzamelaar en waarom heeft u gekozen voor de plantenjager? Nou, zo noemde hij zichzelf ook en zo werd hij ook genoemd. Mm-hmm. En hij haalde me ook namelijk in dat hele idee van je moet die wilde variatie hebben. Hè, had hij ook het gevoel dat er soms dus als het ware een soort tussenliggende missing link was, een missende schakel. Mm-hmm. Net zoals Darwin dat overigens had. Dus hij dacht van ja, ik heb hier zo'n piepklein gerstplantje. En in Amerika hebben ze veel grotere gerst. Ja. Bovendien zijn ze nog verwant aan tarwe, dus er moet een tussenvorm staan. En daar joeg hij op. Oké, om te vinden. Zou u een stuk willen voorlezen uit een expeditie in, volgens mij is het... Afghanistan. Ja. En ik vond het een heel mooi fragment. Ja, ook omdat we dan over Darwin verder kunnen praten misschien. Ja, en wat ik er wel bij wil zeggen, wat heel bijzonder hieraan is, is dat hij leidde eigenlijk de eerste wetenschappelijke expeditie ooit naar Afghanistan. Want Afghanistan was toen net onafhankelijk geworden. Niemand was er echt ooit in geïnteresseerd. Het was een doortochtgebied op weg naar India. En er waren heel veel problemen. En eigenlijk alles wat wij nu vandaag de dag nog horen over Afghanistan. Hè, dus niet per se die Mujahideen, maar ook die stammenstrijd die er was, de drugs. Die waren er toen ook allemaal. Mm. En hij leerde zichzelf in de avond de taal, omdat hij toch moest communiceren. Ja, hij moest in ieder geval Pashto. En hij wilde dus ook. Hij kon toen al een beetje Farsi, de Persisch, omdat hij dat in de Pamir had geleerd. Maar ja, zo was die man. Het was een soort enorme spons. En dat herken ik ook wel, want ik was ook altijd bezig ergens nog een taal erbij te leren of zo. Als het kon. Nooit genoeg weten. Ja, maar ook dat enorme enthousiasme. Inderdaad, meer weten, maar ook meer genieten doordat je meer weet. Dat is ook belangrijk. Goed, ik lees voor. In juni 1924 steekt hij, in gezelschap van landbouwkundig ingenieur Bukinic en veredelaar Ledbedev, de Kushka over, de grotendeels drooggevallen rivier die de grens tussen beide landen vormt. 5 maanden, 5000 kilometer, waarvan meer dan 1000 kilometer in de meeste maanden, voornamelijk te paard, soms te voet, in de hitte en de stof van een meedogenloze zomer, dwars door met scherpe rotsen bezaaide rivierbeddingen, of op paden zo steil dat de paarden bevrijd moeten worden van hun last, waarna de dragers weigeren die zelf op te pakken en zichzelf af en toe uit de voeten maken. Er is een episode met een lokale rebellenleider die gewond is geraakt in een hinderlaag, wiens mannen de expeditie omsingelen tot ze met pleisters en jodium een vorm van eerste hulp verlenen. Vanaf het begin zijn er problemen met het lokale personeel. Helaas beschikt hij deze keer niet over een Mirza de Pashi, dat was zijn tolk in de Pamir, met zijn netwerk aan contacten en zijn gevoel voor humor en zijn kennis van plekken waar de beste maaltijden uit de streek bereid worden. De eerste tolk, een Rus uit Herat, die voortdurend dronken is, spreekt de taal zo slecht dat hij hem na een dag moet ontslaan. Er is geen andere oplossing, zo vertelt hij Linoshka, zijn vrouw, dan zelf in de vroegste uren voor de zon opgaat, zittend voor zijn tent, zijn Farsi, de taal die hier en daar wordt gesproken, te perfectioneren, door lange grammaticale rijtjes in zijn hoofd te stampen, met als enige referentie een Arabisch tekstboek. Tevens maakt hij een woordenlijst voor relevante begrippen in het Pashto en het Dari. Nerveuze Afghaanse soldaten begeleiden hen ongevraagd, wat geld en extra voer voor de paarden vereist. In ieder dorp zijn wapens te koop, die openlijk worden gedragen door volwassen mannen en jongens. De wegen zijn niet geschikt voor gemotoriseerd vervoer. Hij ziet slechts karavanen met paarden, kamelen en ezels. Net als zijn metgezellen wordt hij geplaagd door hevige aanvallen van malaria, waarbij hij rillend van koorts op zijn veldbed ligt en nauwelijks kan spreken.
Bukinic wordt zelfs zo ziek dat hij direct naar Kabul moet worden vervoerd. Maar tegenover het fysieke ongemak staat de rijkdom van de Afghaanse flora. Wilde tweerijige gerst groeit als onkruid in de ruige graslanden en tussen de tarwe. Op de steile hellingen bevindt zich alleenstaande wilde pistache, waar de bevolking af en toe van oogst. Vanuit het hele land verzamelen zich in de zomer veelkleurige schapen en zwarte langorige geiten om te grazen in de lage heuvels. Hier en daar ziet hij de donkerbruine wapperende tenten van de nomadische maidars, de hoeders van deze dieren. De grond in de oase van Herat wordt intensief gebruikt dankzij een geavanceerd irrigatiesysteem, een weerwar van kanalen met klokkend water. Kleine velden, omgeven door een aardewal, worden voorzien van dierlijke mest, verzameld en gedroogd door vrouwen en kinderen. Wat zijn dit voor moskeeën? Vraagt hij, wijzend in de verte. Hij gebruikt het Arabische woord masjid. De omstanders beginnen te lachen en schudden hun hoofd. Ze brengen hem tot dichtbij en laten hem de binnenkant van de bouwsels zien. In de ruwe, vergrijze modder opgebouwde muren zitten 10 kleine openingen waardoor duiven in en uitvliegen. Dit zijn duiventorens, bedoeld om duivenmest te verzamelen, die nog meer gewaardeerd wordt dan de mest van schapen en geiten. Ze lopen terug langs de smalle kanalen. In het saffraankleurige westen zakt de zon achter de horizon. Hij heeft uitgekeken naar een bezoek aan de stad Herat, die met zijn talloze minaretten en moskeeën te midden van het groene tapijt van de velden, omgeven door bruinrode bergen, voor hen oprijst als een luchtspiegeling. Maar de stad zelf vervult hem met afschuw. De stank en de smerigheid als gevolg van de open riolen, het afval dat door de bewoners uit de ramen wordt gegooid, de met felgroene luchtbellen, het gevolg van micro-organismen, bedekte reservoirs die zonder aarzeling worden gebruikt voor drinkwater. Het algemene gebrek aan hygiëne doet hem rillen. De ravages aangericht door tuberculose, syfilis en glaucoom zijn zichtbaar in de gezichten van de bewoners, die, afgemat, hun heil zoeken in het roken van opium. De enige troost zijn de vele lokale zaden van groenten die hij op de markt koopt. Achtervolgd door onophoudelijk blaffende uitgemergelde honden, verlaten ze zo snel mogelijk de stad. Wat een paradijs vormen daarentegen de tuinen van de oases. Hij verzamelt zaad en planten van ieder gewas dat hij tegenkomt. Tarwe, gerst, sesam, allerlei soorten bonen, tabak. De tuinen bieden een rijkdom aan groenten zoals diverse typen pompoen, aubergine, uien, knoflook, wortelkruiden en allerlei vruchten. Abrikoos, appel, peer, pruim, vijg, persik en granaatappel. Moerbeibomen zijn langs de randen van de velden geplant. De druivenranken kruipen tegen de aardeomheiningen omhoog. De belangrijkste botanische ontdekking is die van rogge te midden van de tarwe. Kijk, zegt Legwedev, zou dit primitieve rogge zijn? Ze buigen zich beide voorover. Het ziet er ogenschijnlijk uit als gewone rogge. Die komt regelmatig voor in tarwegewelden, zegt hij. Maar er is iets vreemds. Lebedev wijst naar de kale plekken tussen het graan. Precies, kijk naar hoe de aren zijn gebroken tijdens het afrijpen. Zodra ze rijp zijn, sterven de tussenliggende cellen en verbreekt het verband in de aar. Lebedev pakt een nog ongebroken aar. Een kleine beweging is genoeg om de zaadkorrels te verspreiden. En daarom, zegt hij ineens opgewonden, daarom is dit zonder enige twijfel een primitieve wilde rogge. Het zichzelf kunnen uitzaaien is een typisch kenmerk van alle voorlopers van de granen. Zodra de eerste boeren planten gingen selecteren, namen ze de exemplaren die het minste hun korrels verloren, om controle over het zaad te houden en niet te hoeven bukken. Aren lezen op het veld, zo heet dat in de Bijbel, knikt Lebedev. Dankzij domesticatie verdwijnt de bij uitstek wilde eigenschap van het spontaan uitzaaien. Dehiscentie, de aren die openen zich spontaan. Dat zie je zelden. Misschien heeft nog niemand eerder dit opgemerkt. Bij nadere inspectie van de omringende velden ontdekken ze roggen met meer en met minder breekbare aren. Op het oog zijn ze identiek, tot de rijping. Hier zien we de evolutie en de domesticatie gezamenlijk in actie. Selectiedruk door de mens verwijdert de individuele planten die het meest kwetsbaar zijn, tot uiteindelijk de genen van de zaadvasthoudende planten overblijven. Op weg naar gedomesticeerde roggen, knikt Lebedev. Darwin gemodificeerd door de mens. Het is een triomf. Mooi.
U plaatst hem tussen Mendel en Darwin, noemt hem ook een evolutionaire Darwinistische Mendeliaan. Ja. Op wie leek hij het meest, of was het echt een huwelijk? Nou, Mendel had natuurlijk een veel beperkter perspectief. Mendel was die monnik die ergens in zijn klooster gewoon 30 jaar lang voornamelijk erwtenplanten uitplantte. Maar heel goed, hij kon heel goed rekenen en heel goed de onderliggende wiskundige formules van het overerven van die eigenschappen kon bekijken. Dus hij liet bijvoorbeeld zien als je witte en roze bonen bijvoorbeeld of Latirus kruist. Of witte en rode, dan krijg je geen roze zonder meer. Maar dan krijg je bijvoorbeeld afhankelijk van die eigenschappen een kwart wit en een kwart rood enzovoort. En dat had te maken met of die genen nou dominant waren of niet. Darwin was natuurlijk de man van een enorme visie van alle soorten en hoe die, als het ware, hoe het leven is eigenlijk ontstaan. Maar hij heeft iets van Darwin, omdat hij ook in deze passage laat zien dat die evolutie dus voortdurend plaatsvindt. En voor Darwin, en in zekere zin nog in de tijd ook van Wawilow, was het idee, ja, wij zijn als mens zijn wij het grootste hoofdstuk van de evolutie. En hier is het ongeveer gestopt. En dat is dus niet zo. Dus wat hij daar zegt is heel revolutionair. Het gaat nog steeds door. Maar hij gebruikte natuurlijk Mendel en die wetten van die overerving. Hoewel nog Darwin, nog Mendel wisten. En hij ook nog maar net aan het begin van het tijdsperk leefde waar dat werd ontdekt, hoe die erfelijkheid precies werkte. Het duurde tot 1953 voordat we begrepen wat een chromosoom precies was. Dat is misschien iets diep. Hoe baanbrekend was het inzicht wat hij had van dat er dus niet alleen selectie door de natuur, maar ook door mensen? Nou, kijk, men wist dat praktisch wel, want je had altijd al bijvoorbeeld in de Engelse bloemencultuur had je natuurlijk mensen die grotere rozen wilden hebben of zoiets dergelijks. Maar dat het ook bij voedselplanten voorkwam en hoe dat dan precies werkte, bijvoorbeeld dat verliezen van zo'n korrel uit de aarde, dat is een hele wezenlijke eigenschap. Ja, dat klinkt allemaal als details, maar dat is echt wel iets wat hij heeft ontdekt en heeft gevonden. En hij had allemaal proefstations, eerst volgens mij rondom Leningrad, maar ook in het hele land. Boekte hij resultaat en hoe keken de boeren naar hem? Wist hij hen te overtuigen om samen te werken met zijn zaden? Ja, natuurlijk is het probleem wat hij had en wat iedere onderzoeker heeft, is dat je omgeving altijd ongeduldig is. Dus hij had op een gegeven moment een netwerk van honderden proefstations, plus nog honderden stations buiten de Sovjet-Unie, waar vrienden, onderzoekers ook werk deden. En dat kruisen is natuurlijk een langzaam proces, want net als wat ik vertelde bij Mendel, je krijgt niet in één keer het goede resultaat, er gaan generaties over. Maar hij luisterde wel goed naar boeren, hij ging ook veel naar boeren toe. En er waren ook, zeker in zijn tijd, in de korte tijd dat hij eigenlijk daar ook aan het hoofd van die proefstations heeft gestaan, dat is iets meer dan 10 jaar geweest, dus dat is niet zo lang. Daarna raakte hij dus in de gevangenis. Maar heeft hij ook zeker de eerste doorbraken gezien, maar het heeft tot eigenlijk het begin van deze eeuw geduurd, dat ook op zo'n groot areaal in de Sovjet-Unie het genetische materiaal van zijn planten is toegepast. En toch, het is een enorme triomf dat er op dit moment, in de laatste decennia, dus nooit meer een hongersnood is geweest in de Sovjet-Unie. Ga even toch terug in de tijd. Ja, want er gebeurt veel op politiek vlak in Rusland, later dan de Sovjet-Unie. Maar hij ontwikkelt, of hij heeft de gave eigenlijk om zich niet zoveel aan te trekken van die omgeving. U beschrijft het als, het vormt een perfecte bescherming, die gave. Is hij niet geïnteresseerd in politiek? Ik denk dat hij daar ook niet zoveel feeling voor had. Ook enigszins ongeduldig was. Maar als er noodgedwongen een soort adaptatievermogen had ontwikkeld. Zo van, ja, ik doe eigenlijk alsof het niet bestaat. En er komen ook verschillende scènes in het boek voor die ook echt op waarheid berusten. Gesprekken met zijn broer. Zijn broer, die ook een bekend wetenschapper was, natuurkundige, opticus. En zijn broer die zei trouwens, je moet wel de juiste woorden gebruiken. Want hij kon ook heel hardnekkig zijn, hè, Wawilow zelf. Die kon ook zeggen, ja, maar ik ga me niet hieraan conformeren. Hij zegt volgens mij tegen zijn broer, biologie en politiek hebben niks met elkaar. Nee. Of wetenschap en politiek hebben niks met elkaar te maken. Nee, en dat was natuurlijk niet waar. Nee. Dus hij wilde ook soms niet dingen doen of zeggen. Dus hij was aan de ene kant, had hij wel die gave van zichzelf in een kokon plaatsen. Hij wilde gewoon zijn werk doen. Hij wilde alleen maar dit. En het
allerergste was natuurlijk de dag dat Stalin besloot dat hij nooit meer mocht reizen. Mm-hmm. Even nog een tussenstof voordat we daar... Want op een gegeven moment komt er een andere wetenschapper, Trofim Lysenko. Dat is in de jaren 30, een landbouwkundige op blote voeten. En hij beweert de koude schok te hebben uitgevonden. Van welk principe gaat dat uit? Lysenko was een zeer laag opgeleid figuur van het platteland. Die kleedde zich ook altijd in een kiel en met blote voeten en sandalen. Mm-hmm. Dus in alles het tegendeel van mijn keurige Wawilov met zijn driedelige pak, hè, om te beginnen. En Lysenko die had het gevoel van dit moet allemaal veel beter kunnen. Die zei ook van ja, onzin, al die proeven en die proefstations nergens voor nodig. We kunnen dat allemaal veel makkelijker. En zijn fundamentele idee was... Als je planten blootstelt aan stress, dan gaat het gewoon in één generatie goed. Dus externe factoren kunnen direct vertaald worden in de genetica. Mm-hmm. Nou, dat is genetisch totale onzin. Mm-hmm. Maar hij deed dan alsof dat zo werkte. Alleen die Lysenko was ontzettend slim. Dus die sprong van onderwerp naar onderwerp. En zijn koude schok, dat was dan... Hij gaf geen antwoord op de vragen die moeilijk waren. Nee, hij ging dan weer... Precies. Dus zijn koude schok, dat was dat hij een paar zakken met tarwe... Eerst met bonen, later met tarwe, in de sneeuw begroef. En het na een paar maanden eruit haalde. En dan zei, kijk, alle plantjes zijn gekiemd. Mm-hmm. Nou, maar er was geen... wat weet je natuurlijk als wetenschapper wil, dat er ook een controle is, dat er ook iets anders is. En hij plantte dus alles uit wat hem beviel. Mm-hmm. En de rest gooide die weg. Maar de kern van wetenschappers om Wawilov, die is vrij streng en die keurt meteen af. En die zijn strenger dan Wawilov. Ja, maar dat vroeg me af, waarom is hij zo mild? Nou, is dat ook dat taalgebruik? Of? Ja, dat is voor een deel is dat ook dat hij dacht van ja, laat me de rust. Als ik nou te veel ruzie ga maken, dan krijg ik alleen maar problemen. Maar het aantrekkelijke van Lysenko voor Stalin was dat het eigenlijk heel goed paste bij de Want hij ideologie. Wordt omarmd door het Ja, door de en communisten. Al in 1929, dan is Lysenko is nog net, ik geloof net 30 of zo. Dan wordt hij al de hemel ingeprezen door het partijorgaan. Mm-hmm. Als dit is de nieuwe manier van wetenschap bedrijven. Mm-hmm. En waarom? Omdat hij ten eerste niet uit de bourgeoisie kwam, maar arbeidersjongen was. Dus dat is al een heel belangrijke factor. Stalin wantrouwde alles wat bourgeoisie was. Mm-hmm. Maar ook omdat zijn ideeën zo goed aansloten bij die van Stalin. Dus Stalin had ook het idee, de nieuwe mens, de homo sovieticus, moet opstaan. En dat kan door van iedere boer een arbeider, een industrieel arbeider te maken. En dat is één generatie, is dat even afzien. Maar dan wordt alles. Ja, dus letterlijk de stress. Dus net zoals je een koude stress hebt bij planten, mens, heb je een politieke stress bij mensen. Maar daarna komt het goed. Mm-hmm. Dus die twee vonden elkaar. En er zat ook nog er zaten natuurlijk nog wel mensen omheen. Maar Stalin was niet anti-wetenschap. Nee. Wat was hij? Was hij een wappie? Nee, hij was geen wappie, maar hij had duidelijk niet zoveel gevoel voor biologie als hij had voor andere dingen. Mm-hmm. Hij las wetenschap in bed. Hij las zijn kinderen alleen maar wetenschap voor, die mochten niks anders lezen. Maar hij wilde wetenschap als instrument gebruiken. En wat wij natuurlijk vandaag de dag en ook iemand als Wawilov wist, heel veel dingen komen ook er niet uit. Je kunt niet een opdracht geven aan de wetenschap. Je kunt alleen maar vragen, zoek iets uit of bekijk iets, maar er kunnen ook heel vervelende resultaten uitkomen. Mm-hmm. En Stalin, die wilde gewoon antwoorden hebben. En het slimme van Lysenko, als tegenstander van Wawilov was, ik geef je alvast de antwoorden. Ja. En dan hoeft er ook niet meer over gepraat worden. Dus er komt ook een scène in voor dat op een gegeven moment wil Lysenko en de mensen om hem heen, die willen bomen gaan planten boven de Poolcirkel. Uh-huh. Nou, dat is om een heleboel redenen onmogelijk. Maar wat zegt dus Lysenko als dat niet werkt? Die zegt, ja, maar kijk, die bomen die hebben ook zo'n gevoel voor solidariteit. Die gaan om elkaar staan ze heen en dan beschermen ze elkaar. En dan plegen ze eigenlijk collectief zelfmoord om er eentje te laten overleven. Mm. Nou, dat is natuurlijk een theorie naar Stalins hart. Ja, ja. hij wordt in 1941 gearresteerd, Wawilov. Ja. En ik vroeg me wel af, want... Hij wordt ook heel vaak wordt hij omschreven als optimistisch, Wawilov. Hij is veel in het buitenland. Hij aan vlak voor dat hij volgens mij nog één keer in de Verenigde Staten, dat is een mooi hoofdstuk, wordt omschreven. Ik vroeg me af, voor voelde hij niet?
Waarom kiest hij er niet voor om, ja, waarom gaat hij überhaupt terug? Want zijn leven, het net sluit zich echt om hem. Ja, dat heeft hij ook zelf gezegd, dat is ook vrij goed gedocumenteerd. Hij wilde zijn land niet in de steek laten. Loyaliteit. Ja, echt loyaliteit. En ook na zijn dood heeft een van die, hij zat dus in California, echt bij een fantastische onderzoeksgroep, die wilde hem ook, hij was daar op bezoek, maar ze wilde hem heel graag houden. En ze zeiden ook, neem je vrouw mee, nu kan het nog. En dat waren dus ook gevluchte Russen voor een deel. Maar wat doet hij? Hij vraagt twee wetenschappers daar, komen jullie terug? Ja, je kunt je land niet in de steek laten. Nee, precies. En hij was echt ook, dat hebben die Russen na afloop ook verklaard, althans degene die het overleefd hebben, die in Amerika zijn gebleven. Hij was echt een patriot in de meest zuivere zin van het woord. Hij wilde gewoon zijn land niet in de steek laten. Hij besloot dat hij echt Rusland wilde voelen. Galileo zei bij de brandstafel, ik neem mijn woorden terug. Ja, hij was geen Galileo. Maar moeten we zijn moed bewonderen? Nou, ik denk het wel. Zijn moed en zijn energie. Maar hij bekoopt het. Hij bekoopt het met de dood, ja. En dat, je kunt daar alleen maar enorme bewondering voor hebben. Maar hij wilde natuurlijk absoluut niet dood. Hij flirtte niet met de dood, integendeel. En hij zag heel goed, toen hij terug was uit Amerika, dat de situatie steeds slechter, steeds erger werd. En op een gegeven moment kon hij ook alleen nog maar thuis fluisterend gesprekken voeren. En hij was erop voorbereid dat er elke dag op de deur geklopt zou worden, dat hij opgepakt zou worden. Maar hij was toen al zo beroemd in de wereld en in Rusland, dat Stalin dat niet aandurfde. Stalin heeft hem niet op klaarlichte dag of zelfs 's avonds uit zijn huis laten halen. Stalin, in een zekere perversiteit ook, heeft hem gezegd, Mag één keer expeditie richting de grens met Polen. Dus hij was als een kind zo blij dat hij weer mocht reizen. En is er totaal ingetuind. En heeft dus nog één laatste dag daar op een heuvel gestaan. En toen 's avonds kwam de auto hem halen en is hij in de gevangenis gegooid in Moskou. Maar die ene dag, dat wil ik er nog even bij zeggen. Hè, dus hij was ontzettend onder stress, want hij vermoedde wel dat dingen niet goed gingen. Maar die ene dag heeft hij nog net één plant gevonden. Die precies dat missende, kleine tarweaar. Ja, precies dat missende stukje nog was. En op een miraculeuze wijze is die rugzak die hij toen droeg, waar dat kleine tarweaartje dus ergens in de bodem zat, is aangekomen naar vele omzwervingen in zijn laboratorium in Leningrad. En daar is ontdekt dat het een nieuwe soort was. Heeft hij dan zijn werk toch af kunnen maken? Nee, hij heeft zeker zijn werk niet af kunnen maken, want hij heeft de resultaten van die kruisingen nooit gezien. Hij heeft ook niet gezien hoe goed het uiteindelijk ging. Dat had ook niet gekund, want Lysenko is tot ver na de dood van Stalin, hè, dus de dood van Stalin in 1953, tot ver daarna is Lysenko nog aan de macht geweest. En iedereen die de geschiedenis beschrijft van de biologie in de Sovjet-Unie, die zegt, er is misschien wel een halve eeuw verloren gegaan. Aan onzinonderzoek, maar ook aan de dood van heel veel biologen. Er zijn enorm veel Sovjet-biologen vermoord. Een van de krachtigste passages, ik vond het een geweldig hoofdstuk, daar begint het boek mee, het beleg van Leningrad. Wawilow, die zit al in een kerker, die zit al in een gevangen. En daar is dat Instituut voor Plantnijverheid in Leningrad. Het beleg van Leningrad duurt bijna drie jaar, bijna 900 dagen. Ja. Er is kou, er is honger en de Duitsers vallen de stad aan. En Stalin die heeft de Hermitage leeggehaald om de kunstschatten veilig te stellen. Maar hij heeft dat planteninstituut ongemoeid gelaten. Waarom zag hij daar echt niet de waarde van in? Nee, dat is echt een van de tragischste dingen. Daarom wilde ik het ook per se aan het begin hebben. Dus letterlijk twee blokken van de Hermitage af lag dus dat instituut aan het Sint-Isaaksplein. Met 400.000 monsters. 400.000 monsters. Monsters die dus allemaal eetbaar waren. Want dat waren dus graankorrels, aardappels, noem maar op. Hè? Dus materiaal wat je telkens moet vermeerderen. Stalin geloofde niet in dat soort wetenschap. Ook omdat het buitenlandse zaden waren misschien? Ook, ja, dat ook. Maar ook sowieso, dat was allemaal tijdrovend. Er was nergens voor nodig. He, nogmaals, als je er maar die koude schok toepaste, dan kwam het goed. Maar het tragische van de situatie is dat Hitler dat wel zag. Hitler was natuurlijk ook heel erg gericht op eugenetica. Erfelijkheid. Ja, maar ook erfelijkheid, dus manipuleren ook de behoefte van mensen en planten. Hitler had al een zondercommando gestuurd op weg naar Leningrad.
om, niet voor de Hermitage, maar voor deze collectie. Mm-hmm. Alleen omdat toen op het laatste moment de Russen toch de Duitsers hebben kunnen afslaan en de stad hebben kunnen bevrijden, mm-hmm. is dat zonder commando nooit aangekomen. Behalve dat ze een deel van wat die medewerkers toch de stad uit wilden smokkelen alvast, die vreesden het ergste en terecht ook, zijn een deel van die collecties die elders waren, of soms mm-hmm. duplicaten, zijn alsnog door de Duitsers in beslag genomen. En Hitler had er een heel programma in Oostenrijk waar hij met het materiaal van Wawilow aan de slag wilde. Ik vond het meest mythische dat in dat paleis of in dat instituut, ja. We zien hier... Ja, het was een ex-tsaristisch paleis. Al die zaden, dus al dat eetbare voedsel. En aan het einde van het beleg, dat de Duitsers weg zijn, worden de 9 medewerkers van het instituut doodgevonden in de gangen. Dus die hebben niet opgegeven, die hebben de luiken dichtgehouden om die collectie maar... Ja, ja. Dus dat zegt ook wel iets over de loyaliteit ten opzichte van... En het geloof in wetenschap ergens, dacht ik. Ja, precies. Maar dat was dus ook wel in die tijd, je moet je realiseren... Er was echt een ontzettende hoop nog dat wetenschap de wereld beter zou maken. Daar is Wawilow ook een exponent van. En hij had ook echt de mensen uitgekozen die met hem daarin geloofden. En daarom vind ik dat zo'n ingrijpende situatie, dat mensen dus zich uithongeren naast zijn eetbare collecties... In zijn geest, want ze wisten natuurlijk helemaal niet wat er met hem gebeurd was. Mm-hmm. Ze wisten, bij het einde van het beleg van Leningrad was hij al dood. Mm-hmm. Maar dat wisten ze natuurlijk niet. Mm-hmm. En hij trouwens ook uitgehongerd door Stalin. Hè? Want hij was dus uiteraard in die tijd ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar Stalin vond het niet waard om hem een kogel te geven. En hij is dus gewoon echt uitgehongerd. Mm-hmm. De man die Rusland wilde voeden. Ja. En de wereld eigenlijk. Ja. Die collectie die in dat Plantnijverheid Instituut uit Leningrad, die leeft voort in dat Scandinavische zeg maar een soort Ark van Noach hebben we gebouwd in Svalbard. Ja. U bent daar geweest, zag ik in Fresco's Paradijs, maar kwam niet binnen. Nee, dat vond ik ook niet zo verschrikkelijk erg. Wat ik erbij moet zeggen, ten eerste is dat instituut in Leningrad, dat bestaat nu en heet nu het Wawilow Instituut. Mm-hmm. Dus daar is een deel van de collectie. En er is door een gelukkig toeval in mijn leven is op mijn pad gekomen de onderhandelingen tussen landen om alle zaden van al die wilde variatie van planten, om dat tot collectief erfgoed van de mensheid te bestempelen. En daar ook gezamenlijk die voorraden bij elkaar te brengen. Dus of liever gezegd duplicaten van wat we hebben in Nederland, bijvoorbeeld de Genenbank, ook in Wageningen trouwens. En de duplicaten van de soorten waar wij heel goed in zijn, die zijn ook allemaal in Svalbard, dus zeg maar op Spitsbergen. Is er veel van Wawilow in Svalbard te zien? Ja, of in ieder geval wat ook materiaal van zijn kruisingen is, of van materiaal van wat hij zelf heeft verzameld. Mm-hmm. Ja. Omdat het natuurlijk doorgewerkt is in de decennia, is het natuurlijk niet helemaal precies te zeggen welk percentage dat is. Maar hij heeft ook echt aanzet daartoe gegeven. En toen ik bij de Verenigde Naties werkte, vielen dus toevallig die onderhandelingen onder mij. Dus ik heb het van begin af aan zien opbloeien. En dat was ook wel weer een hele goede reden om me met hem bezig te houden. En wat is het doel van dat gemeenschappelijke erfgoed? Dat als er iets gebeurt, dat je altijd nog exemplaren hebt waarmee je verder kunt weer opnieuw kunt kruisen. Mm-hmm. En dat is geen loze kreet, want bijvoorbeeld er was een hele belangrijke genenbank voor het Midden-Oosten. Mm-hmm. Die stond in Aleppo, die kende ik ook heel goed. Daar zaten dus inderdaad al die tarwe's en gersten, want die komen uit die regio. Nou, die is bij het beleg van Aleppo niet zo lang geleden, dus totaal verwoest. Mm-hmm. Leningrad heeft overleefd, Aleppo niet. Nee, precies. Mm-hmm. En we zijn dus allemaal heel blij dat er dus op andere plekken op aarde dat genetische materiaal is. Want uiteindelijk wil je planten hebben die weerstand kunnen bieden. Niet alleen tegen koude en warmte, maar ook bijvoorbeeld tegen schimmelziektes enzovoort. Dus je zult telkens nog meer naar die oude eigenschappen terug moeten. Mm-hmm. Ja. Het ontluisterende was wel dat je komt vrij makkelijk binnen in Svalbard. Het zijn twee... Ja, dat wel, maar je bent er niet zo. Hè? Je kunt er niet zomaar... Want waarom is eigenlijk voor die plek, want u heeft aan de basis gestaan, waarom is daarvoor gekozen? Je moest natuurlijk iets hebben wat een hele constante temperatuur had, waar geen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen enzovoort hadden. En er waren dus niet zoveel plekken. Je moet eigenlijk bijna boven de Poolcirkel zitten. Nou, dan heb je maar een paar landen waar dat zou kunnen. En dan was Spitsbergen wel een hele goede plek, een hele stabiele plek. Daar kan eigenlijk bijna niks gebeuren. Mm-hmm. Het heet nu het
Wawilov Instituut. Is hij in ere hersteld in Rusland? Ja, dat heeft lang geduurd natuurlijk. Mm-hmm. En het heeft zelfs tot het begin van deze eeuw geduurd voordat zijn overlevende zonen, heeft twee zonen gekregen bij twee... Juri en Oleg. Oleg, ja. Mm-hmm. Maar Juri heeft overleefd. Oleg is onder zeer mysterieuze omstandigheden waarschijnlijk vermoord vlak na zijn vader. Mm-hmm. Juri was al heel oud toen hij heeft aan het begin van deze eeuw, hè, moet je je voorstellen, dit mm-hmm. gebeurt dus allemaal in our lifetimes, hè, mm-hmm. heeft hij toen pas het dossier van de geheime dienst van de ondervragingen van zijn vader gekregen. Mm-hmm. Daar begint elk hoofdstuk mee, met de ondervragingen. Dat zijn staatsdocumenten. In hoeverre is dat een betrouwbare bron? Dat is geen betrouwbare bron. Mm-hmm. In die zin dat we natuurlijk niet weten of... misschien wel kunnen vermoeden dat dat niet zo is. Of dat allemaal waarheidsgetrouw is weergegeven. Mm-hmm. Want de bedoeling van die ondervraging was dat Wawilov bekende. Mm-hmm. En hij werd dus ook staande 's nachts ondervraagd. Mm-hmm. Moet je even voorstellen. Hij was natuurlijk toch toen midden 50. En ja, hij moest bekennen dat hij bourgeois was, dat hij een spion was, dat hij geld had verspild, dat hij met vreemde mogendheden zich inliet enzovoort. Ze wilden dat hij zou bekennen dat hij een spion was. Ja, en hij heeft dus een hele tijd daar verzet tegen gepleegd. Mm-hmm. Een deel van die aantingen zijn ook... ik heb niet de oorspronkelijke bonnen zelf gezien, omdat ik geen Russisch lees. Maar er is wel wat van vertaald. En dat heb ik dus allemaal wel vervlochten in die ondervragingen. Ik weet Isaac Babel, een schrijver die ik graag lees. Ja. En die zijn... Dus uiteindelijk is dat ook boven water gekomen, dat dossier van de ondervraging. Ja. En ik moest huilen toen ik de laatste woorden van Babel las. En dat was, ik ontken alles, ik vraag maar één ding, dat ik mijn werk mag afmaken. Ja, dat ik mag schrijven. Dat is precies wat Wawilov ook wilde. En die is ook nog in de gevangenis met een potloodstompje nog ergens aan een manuscript begonnen over zijn geschiedenis van de landbouw. Ongelooflijk. Ja, dat kun je je absoluut niet voorstellen. Maar het bijzondere eraan is toch dat het is niet zo lang geleden, hè, dat het zo was. Mm-hmm. Hoe is de positie van wetenschappers nu in Rusland? Nou, Rusland heeft natuurlijk wel een lange traditie van goede wetenschap, hè, goede natuurkunde. Mm-hmm. Hè. Nee. Ik denk niet dat Poetin op dezelfde manier, of helemaal niet vergelijkbaar met Stalin, gaat dicteren wat er uit de wetenschap moet komen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een groot tragisch verlies geweest dat zoveel wetenschappers zijn geëmigreerd. Hè. Mm-hmm. Al onder Stalins tijd. En de condities waaronder onderzoek gedaan wordt, is in heel veel vakgebieden niet heel erg goed. Mm-hmm. Aan de andere kant zie ik nu wel een soort opleving. Dat soort regimes hebben over het algemeen wel de neiging op een gegeven moment om wetenschap als een belangrijk soort instrument voor ontwikkeling te zien. Mm-hmm. Maar voor Rusland nu geldt, als ook in de tijd van Stalin, de eerste prioriteit was industrialisering. Mm-hmm. En in Ruslands geval nu energie, olie en gas. Mm. In Nederland gaat het goed met de wetenschap, volgens mij. Maar u heeft ook gezegd, het wordt hier gezien als een soort supermarkt. En dat het wensdenken wordt. Ja. Wat bedoelde u daarmee? Nou, kijk, het gaat ook niet zo goed met de wetenschap. Want wij besteden relatief niet zoveel aan wetenschap vergeleken met landen om ons heen. Hè? Geld. Ja, dus het moet bij ons allemaal wel heel erg op een uitgeknepen manier. Als je het vergelijkt met Duitsland of Finland of zo, of Frankrijk. Mm-hmm. Maar wat mij wel wat zorgen baart, zonder dat je die parallel met Stalin natuurlijk mag trekken, is dat er heel erg, alles moet nu wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar je kunt niet selectief dingen uit de wetenschap halen. Soms zegt de wetenschap dingen, of probeert de wetenschap dingen te benaderen die niet allemaal wenselijke resultaten opleveren. Of dan is iets toch complexer. Mm-hmm. Wetenschap is niet een tak van sport waar je de waarheid in pacht hebt. Maar het is wel een manier van onze twijfel zo goed mogelijk te ontwarren. Mm-hmm. En daar komen soms ook niet onmiddellijk resultaten uit. Zo is dat. Welke rol zou, wat verwacht u, hoe zou de overheid zich moeten verhouden tot de wetenschap dan? Minder sturend? Minder sturend, meer vrijheid. En ook, ook het mogelijk maken voor jonge mensen om in de wetenschap te blijven. Hè. Het is heel erg competitief, het is ongelooflijk competitief. Mm-hmm. Het is ook heel moeilijk om. Merkt u dat in Wageningen ook? Ja, ik denk dat overal geldt. Het is gewoon voor jonge mensen is het echt heel zwaar om wetenschapper te blijven. Dus betere voorwaarden schetsen. Ja, en ook vooral veel ruimte om dingen te bedenken die niet voor de hand liggen. Dat, experiment. Ja, maar kijk, wat... Was dat vroeger
in uw tijd, was dat toen u jong was, was dat beter? Nou, er waren in ieder geval veel minder mensen en er was veel minder een afrekencultuur. Want waar leidt even van de gedachtegang is nu van de overheid wil een oplossing eigenlijk van de wetenschap. Waar kan experimenteren toe leiden dan? Nou, dat je misschien hele andere dingen verzint die er nog niet waren. Hè? Bijvoorbeeld, kijk, noem maar wat. We staan ons nu erg blind op zonnepanelen en windmolens. Mm-hmm. En goed, dan wordt er echt geroepen kernenergie. Nou, daar doen we al heel lang niks meer aan in Nederland, aan onderzoek. Mm. En dat is misschien ook helemaal niet de goede oplossing. En misschien zijn er heel erg andere oplossingen. Maar als je natuurlijk alles op twee dingen zet, dan heb je als het ware niet meer ruimte, ook niet de ruimte als denkkader, mm-hmm, om naar andere dingen te kijken. En sommige dingen komen gewoon uit toeval. Wetenschap heeft heel veel te maken met toeval. Neem de vaccins die we nu hebben tegen COVID-19. Mm-hmm. Dat waren, of in ieder geval die mRNA-vaccins, die lagen helemaal niet klaar voor een corona-achtig virus. Mm-hmm. Het is wel een triomf van de wetenschap, internationaal ook, mm-hmm, dat zo snel zo goed is gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles opgelost is. Mm-hmm. En nu zie je een soort teleurstelling van die immuniteit die kan toch doorbroken worden. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Dus de verwachtingen zijn aan de ene kant heel hoog. En Nederland roept ook, we willen een wetenschappelijk gebaseerd beleid hebben. Maar wetenschap is niet, inderdaad niet een supermarkt waar je gewoon oplossing A en oplossing B uit kunt trekken. Het is geen instrument, zoals Stalin dat. Of is Stalin was natuurlijk heel extreem, want die wilde ook precies dit antwoord hebben. Mm. En alleen maar dat antwoord. En andere antwoorden mochten ook niet, natuurlijk. Maar welke les zou, ik leg bewust geen parallel, maar stel dat om terug te komen bij het begin, hè, dat de huidige politiek boeken moet gaan lezen. Stel dat Rutte dit boek leest. Welke les kan hij leren van de geschiedenis van Vilof? Dat je je mag heel veel vragen van de wetenschap, maar je moet altijd de wetenschap de kans geven om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Dus om ook af te wijken. En om ook de dingen te zeggen die niet welgevallig zijn. En ook de dingen die misschien pas effect hebben over 10 jaar. He, de politiek vandaag nog meer, als het ware, dan vroeger is natuurlijk zo op de korte termijn gericht. Mm-hmm. Zijn ze te stellig? Ja, ze zijn gehaast. Mm-hmm. Dat is het. En daarom zei ik dus inderdaad van politici zouden veel meer gewoon dikke romans moeten lezen. En niet alleen maar Isaac Babel, maar ook, wij spreken Dostojevski, Tolstoj. Wat in het Frans ook heet la grande durée, hè? Dus de lange tijdspannen, daar gaan natuurlijk ook heel veel wetenschap over. Niet over die alle kleine gefragmenteerde stukjes. Is honger de wereld uit al? Zijn we zover om honger de wereld uit te krijgen? Nou, er zijn natuurlijk nog steeds iets van 830 miljoen mensen die honger hebben, acute honger hebben. Maar kunnen we hen voeden? Ja, we kunnen dat heel zeker. Maar de reden waarom mensen honger hebben is vaak niet een kwestie meer van productie, maar van hoe hun situatie is. Dus waar heb je nu honger? In de Hoorn van Afrika, Jemen enzovoort. In Syrië, Libanon op sommige plekken. Omdat mensen gewoon niet de middelen van bestaan hebben. Mm-hmm. En de allerergste factor is armoede als gevolg van oorlog, van burgeroorlogen. En natuurlijk ook armoede in absolute zin. Dus je hebt in landen als India, die niet in oorlog zijn, heb je natuurlijk mensen die zo aan de onderkant van de samenleving leven, dat ze gewoon niet zich kunnen permitteren om goed te eten. Maar potentieel zijn we heel erg goed in staat om die 10 miljard of 11 miljard, wat het er ook zullen worden, deze eeuw om goed te voeden. Hoe kijkt u naar de discussie dat, omdat Nederland zoveel produceert, stoten we ook veel uit, het stikstofprobleem is er. Zijn we te intensief bezig met voedsel produceren in Nederland? Nou, kijk, veel dingen kunnen beter. En wat je eigenlijk wilt is zo efficiënt mogelijk je land gebruiken, zodat je zo min mogelijk uitstoot. Hè. Mm-hmm. Dus dat kan nog wel iets beter. Maar als je het bijvoorbeeld omrekent naar een kilo eiwit bijvoorbeeld, dan zijn de Nederlandse koeien, met de uitstoot die er nu ook is, zijn echt de meest efficiënte ter wereld. Mm-hmm. Armoede en
vernietiging van ecosystemen en uitstoot gaan ook vaak hand in hand. Mm-hmm. Maar wat wel zo is, is dat we natuurlijk een heel erg over de wereld verweven systeem hebben, waarbij we ontzettend veel heen en weer slepen. Mm-hmm. En ik zie dat ook wel weer af gaan nemen op den duur. Want we bijvoorbeeld 80% van de zuivel die we produceren gaat naar het buitenland. Ja. Ik las een stuk in de Groene Amsterdam, ik denk dat u het ook heeft gelezen, omdat u daar een column in schrijft. Nee, niet in de Groene, in de NRC. Bijvoorbeeld, ja. U schrijft af en toe een opiniestuk volgens mij in de Groene, niet? Of, nou, dat is al een tijdje geleden. Okay. Maar Wendell Berry stond 2 weken geleden, stond daar, dat is een dichter, schrijver, landbouwkundige, dus misschien herkent u ze. Maar, en hij doet een pleidooi om toch kleinschaliger te produceren. En het grootste argument is omdat we die bodems uitputten. Ja, maar dat is een hele moeilijke discussie. Soms is kleinschalig goed, maar als algemene regel kun je dat niet zonder meer zeggen. Kijk, we hebben 65% van de wereldbevolking in steden. Mm-hmm. Kleinschalig voeden, dat kan je niet met zulke aantallen mensen in steden. Dus de schaal is niet het probleem. Onze tuinbouw is in zekere zin ook kleinschalig als je kijkt naar het aantal hectare. Mm-hmm. Maar het gaat vooral om hoe gebruik je dat land. En inderdaad, dan moet je de bodem niet vernietigen. Dus je moet heel goed letten op een aantal indicatoren daarvoor. Mm-hmm. Maar het gaat vooral om dat de hulpbronnen die je gebruikt, dus of dat nou chemicaliën zijn of water of zaden, dat je die zo goed mogelijk gebruikt. Mm-hmm. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Maar ook heel veel landen waar het, laten we zeggen, kleinschalig is. Neem Afrika of zo. Mm-hmm. In Azië, daar is vaak de milieu-impact heel erg groot. Mm-hmm. Dus kleinschalig op zich is geen oplossing. Mm-hmm. Als je het niet op de allermodernste manier doet. Zodat je heel goed kunt monitoren van wat er misgaat. En dat is ook gewoon heel erg lastig. Mm-hmm. Ik bedoel, het is echt een heel erg ingewikkeld vak. Mm-hmm. En we kunnen zeker veel beter, maar mijn grootste zorg ligt vooral bij de armoedebestrijding en bij arme boeren die gewoon eigenlijk zo weinig produceren dat ze nauwelijks hun eigen familie, laat staan hun dorp of de stad, kunnen voeden. En hoe kijkt u dan in Nederland, waar obesitas toch een steeds groter probleem wordt? Obesitas is eigenlijk in de hele wereld een probleem aan het worden en dat heeft met een aantal dingen te maken. Met heel erg verwerkt voedsel. Met bijvoorbeeld hoge gehalte aan suiker en zout. Mm-hmm. Maar ook met grote veranderingen in levensstijl. Mm-hmm. Ja, dus veel mensen bewegen eigenlijk veel te weinig. En het is ook zo dat kinderen, het is ook niet toevallig dat ik ook een paar jaar geleden een kinderboek heb geschreven. Kinderen weten ook gewoon te weinig van wat goed eten is. Mm-hmm. Moeten kinderen dat weten? Ja, vind ik wel. Niet in de zin van... Is het hun verantwoordelijkheid dan? Ik denk dat kinderen al zo vroeg in ieder geval in westerse samenlevingen worden geconfronteerd met keuzes. Dat het wel verstandig is dat als je een boterham meekrijgt van thuis en je gooit die weg en koopt een reep, dat je weet wat je doet. En dat gebeurt echt al op een hele jonge leeftijd. Mm-hmm. Maar obesitas is een veel groter probleem dan alleen maar slecht eten. En het is ook makkelijk om het te veroordelen, maar dat denk ik is toch te eenvoudig. Waar zie je slecht gevoede kinderen? Dat zie je ook in hoge mate in eenoudergezinnen. Waar bijvoorbeeld de ouder die thuis komt, ja, ontzettend moe is van het werk, geen puf meer heeft om al die leuke groentes te gaan kopen, laat staan ze te koken, en dan toch heel makkelijk even grijpt naar fastfood en kinderen met een pizzapunt op de bank zet. Ja, het is te makkelijk om te zeggen van dat mag niet. Dus je zult ook moeten kijken, bijvoorbeeld, of moet je toch weer iets van schoolmaaltijden met veel groentes in. Zou je daar een voorstander van zijn? Nou, ik zou in ieder geval willen onderzoeken of dat zin heeft, of dat verschil maakt. Mm. U gaat binnenkort weg bij Wageningen. Ja, met 2 termijnen zit u wordt 70. Ja, precies. Het nieuwe kabinet is aan het, ze zijn aan het formeren. Stel dat u wordt gevraagd voor de post van minister van Landbouw en Voedsel, als we dat allemaal onder één noemer kunnen brengen. Wat zou Louise Fresco zeggen? Nee. Nee? Absoluut niet, nee. Lijkt me wel wat voor u. Nee, mij niet eigenlijk. Dat komt omdat ik denk dat je veel meer kunt doen achter de schermen. Mm-hmm. Ik denk dat ik genoeg mogelijkheden heb om te zeggen wat ik vind. En juist door mijn onafhankelijkheid ook wel een soort positie heb van waaruit ik dat kan zeggen. Bovendien wil ik me ook niet alleen maar met Nederland bezighouden. Belt u wel eens met de minister dan?
Of de demissionair minister? Ik heb met veel leden van het kabinet wel eens contact natuurlijk. Dat is logisch. En zegt u dan, wordt het niet tijd om schoolmaaltijden? Nou, als dat zo uitkomt, dan zeg ik dat ook wel. Ja, ik heb daar ook wel eens voor gepleit. Mm-hmm. Maar ik denk dat... Kijk, de politiek is vandaag de dag zo'n kortzichtige en heigerige en gefragmenteerde zaak. Dat je eigenlijk dat ook niet zou moeten willen. Althans, zeker ik niet. En dat heeft helemaal niet met leeftijd te maken, want dat was vroeger ook al zo. Mm-hmm. Ik heb dat nooit gewild en ik denk dat ik genoeg kan zeggen wat ik wil zeggen. Wat gaat u? Heeft u al een plan wat u gaat doen? Ik heb een heleboel plannen, maar ik wil ook graag wat meer nog aan vrijwilligerswerk, filantropie enzovoort doen. Maar ik blijf wel internationaal ook een aantal dingen doen. Ik ben nu al een tijd bezig met de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie. Mm-hmm. Juist op dat gebied van op mensen overdraagbare ziektes uit het wild, die zoonoses. Mm-hmm. Daar was ik al een hele tijd mee bezig. Mm-hmm. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen waar ik mee bezig wil houden. Mm-hmm. En misschien ook wel heel veel nog met genetica. Geniet u nog van meer, altijd meer willen weten? Ja, ik denk een dag niet geleerd is een dag niet geleefd, zou ik zeggen. Mm-hmm. Mooi. Ja. Dankjewel, Louise Fresco. Dank, Ernest. Ja. Heel fijn. Merci. Helaas was u hier niet in de zaal bij. We zijn in maart weer met een nieuwe schrijver. We hebben nog geen weet wie dat zal zijn, omdat de wereld nog een beetje vreemd is. We hopen dat in februari, maart... dat er weer gereisd kan worden, dat er weer publiek aanwezig bij kan zijn. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid en voor het kijken, in ieder geval vanuit huis, of waar dat ook was. Heb nog een mooie avond, een decembermaand. Dankjewel, Louise Fresco, nogmaals. Dank, ja.